Hey, Anthony hier met een nieuwe video en vandaag laat ik 4 verschillende technieken zien om jouw training intenser te maken en die spier harder te laten werken. De eerste methode is de rest pause set. Rest pause is eigenlijk een set die je verlengt in aantal herhalingen door een korte rust te nemen van 5 tot 15 seconden nadat je niet meer kan. En dan ga je met hetzelfde gewicht de oefening weer herhalen tot je weer niet meer kan. En dan neem je weer zo'n korte rust tot je uiteindelijk veel meer herhalingen hebt gedaan in een hele korte tijd. Want in zijn eerste set doet hij 10 herhalingen, daarna 4, daarna 2 en hij eindigt met 1 herhaling, oftewel 17 herhalingen in 4 sets. Dit is persoonlijk mijn favoriet, want hij is voor groei en voor kracht. Hier is het eerste rustmoment waar hij een aantal seconden pakt en om zich mentaal voor te bereiden voor zijn volgende serie, waar hij 4 herhalingen maakt. Een stuk vermoeider en moet weer eventjes wachten en dan gaat hij er weer voor. Laatste rustperiode, serie nummer 4, alles geven. En dan gaan we door naar de superset. Deze is wat bekender. Wat je doet is 2 oefeningen meteen achter elkaar, dus met andere woorden weinig rust tussen de oefening. En ik heb gekozen voor de lat pulldown en het voorovergebogen roeien. Dit zijn allebei rugoefeningen. En zo maak je het stuk intenser voor die spier, want hij is al moe en dan ga je hem nog meer kapot maken. Je kan het ook doen met 2 verschillende spieren en dat ga je zo meteen zien. Dus ik ben nu klaar met de lat pulldown en ik ga meteen door met het voorovergebogen roeien. Ik ben al moe, dus je kan meestal wat minder gewicht aan. Maar echt, je maakt die spier veel meer kapot. En het maakt je workout veel intenser. En hier zie je dus de lunges, even doorgespoeld. En dit is voor de bovenbeenspieren. En hierna combineer ik hem meteen met een shoulder press die ik staand uitvoer. Maakt het natuurlijk veel zwaarder voor je als je deze combineert, want je bent nog niet moe in die spier. Zo kan je bij de tweede oefening veel harder gaan. Je hijgt je helemaal kapot. En het mooie is, superset scheelt tijd. Je kan meer doen. Gaan we door naar giant set. Dit is hetzelfde als een superset, maar dan 3 of meer verschillende oefeningen achter elkaar met zo min mogelijk rust. De oefening die je hier ziet is het dumbbell bankdrukken. Daarna gaat hij een rugoefening doen met zijn borst tegen een bankje en dan roeien. En daarna een shoulder press. Wel vet, hij doet 60 kilo hier. Zoals je misschien al gemerkt hebt, zijn er 3 oefeningen die verschillende spieren aanpakken. Maar je mag het ook doen met 3 oefeningen die dezelfde spier aanpakt, maar van een andere hoek. En dan gaan we door naar de laatste. En dit is een dropset. Deze is erg populair en ook best wel bekend. Wat je hier doet is je begint met een normale set met een aantal herhalingen uitvoeren. Met het meeste gewicht wat je nog gaat doen. Want hierna, als je niet meer kan, haal je er wat gewichten af. En dan herhaal je de oefening zo snel mogelijk. En dat doe je voor 3 à 4 keer. En dan ben je helemaal verzuurd. En zo maak je de spier kapot in een hele korte tijd. Zeker een aanrader, maar doe ook weer niet deze technieken te vaak. Want ze zijn erg intens en het duurt lang om soms van ze te herstellen. Going nowhere.
Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je een van deze technieken kan gebruiken. Heb je nog vragen? Stel ze onderin in de video. En ik zie jullie in de video van zondag.